Jongens en meiden, ik heb jullie reacties gelezen op mijn vorige video. Jullie vonden het chill als ik oprecht ben. Dus in deze podcast gaan we oprecht doen. Ik vind Gio echt een kankerlul. Toch? Laat je het erin? Ja, misschien een bliepje. Oh. Een bliepje. Een bliepje. Een bliepje. Jongens, hoe gaat het met jullie? Hallo? Kijk naar antwoord. Ik dacht dat zij eerst aan het gaan. Nee, ik wacht op jou. Ja, het gaat goed. Ja? We moeten even wennen aan deze setting, maar ik zit lekker op de bank te chillen hier. Dus ik vond het wel een chill setting, zo gewoon op de bank. Snap jij, als jij zit dan meteen zo'n rughouding. En het is gewoon zo chill. Ja, lekker onderuit gezakt een beetje op de bank. Ja, ik daarom. Lig je letterlijk al de hele dag, dus ik was op zich wel gewend aan de setting al. Ja, daarom. Of staat er nu een lamp op je hoofd? Ja. Dat is het enige verschil, denk ik. Waarom? Een lamp en een camera. Waar we vandaag onze diepste geheimen in gaan vertellen. Nee, dat gaan we niet doen, denk ik. Het zou fucked up zijn. Ik denk, als er ooit geheimen van mij zouden exposen zijn, mag jij ook. Ja, dat heeft iedereen wel, denk ik, toch? Zeg maar. Nou, geheimen? Zijn er ook dingen die ik nog niet weet? Van mij? Nee, denk ik niet. Maar er zijn wel genoeg dingen die niet op YouTube verteld kunnen worden, denk ik. Okay, maar dat heeft iedereen wel. Als ik nu heel Alex' leven zoals ze moeten gaan vertellen, denk ik ook niet dat... Nou, wat dan? Nee, daar ga ik niet over beginnen. Zeg dan. Nee. Dan ben ik benieuwd, zeg maar, misschien wie niet, Erik. Nee, ik zeg toch, dat kunnen we niet allemaal op YouTube gooien, denk ik. Nou, mijn pa is dood. Ja. Je maakt er altijd hele erg grapjes over. Je hebt sowieso hele donkere humor. Ja, dat valt wel mee, toch? Nee, oké, misschien wel. Gewoon leuk. Heb jij mijn dierbare verloren? Een dierbare verloren? Ja. Ja. Wie? Mijn tante. Hoe lang Heel lang geleden. Oh. Oh, ja, heel lang geleden. Maar ik weet het wel nog goed, hoor. Ik dacht altijd, toen dat mijn opa overleed, dacht ik altijd dat hij terugkwam. Echt? Ja. Toen dacht Hoe oud was je toen? 6 of zo. Ja, dan, ja. Toen dacht ik van, oh ja, boeien. Ah, ik zie je morgen weer. Ja, daarom. En toen had ik een droom dat ik die zag. En toen dacht ik van, ah, ik zeg opa weer. Ja, maar je beseft je dat op die leeftijd gewoon nog niet goed, denk ik. Nee, inderdaad. Nog steeds niet. Jullie hebben laatst een tattoo gezet. Ja, dat klopt. Jij hebt een L gezet van Lin en jij van de G van Gio. Ja, van Gio, ja. Ja, er is wel veel kut commentaar op geweest, of niet? Nou, ik vond het eerlijk gezegd best wel meevallen. Onder die video, ik zeg wel heel veel comments. Ja, oké, maar dat was te verwachten. Maar ik had niet verwacht dat er ook mensen tussen zitten die een fatsoenlijke reactie hadden. En die waren er ook, dus daar was ik heel blij mee. Ja, maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die dat ook hebben gedaan. Daarom, maar ik had niet verwacht dat er ook positieve dingen zouden komen. Dus ik was aangenaam verrast. Ja, en dan nog, dat ding is zo klein. Ja, ja het zeg maar, kijk, had ik grote Linde op mijn borst gezet of zo? Of op mijn, ja, maar op mijn alsnog, arm. Het is niet het einde van de wereld. Het is je eigen keus. Mensen moeten ophouden met zich overal druk om maken. Daar ben ik het wel mee eens. Mensen moeten echt ophouden met zich overal druk om maken. Ik kan er zo geïrriteerd van raken. Ja, maar dat is een beetje zijn wereld. Klopt, weet ik, maar het is wel fucking super irritant. Je mag schelden. Oh, mag ik schelden in jouw podcast? Oké. Zeker. Ik vind het irritant. Ik bedoel, kijk, weet je waar ik me aan stoor? Iedereen een fucking grote mening heeft over heel deze shit. Terwijl ik genoeg mensen ken waarbij de relatie uitgaat, ze een dag daarna uitgaan, 3 mensen neuken. En dat is allemaal maar oké. Dat is allemaal maar prima. Nee, maar dat is ook niet per se prima. Maar het is gewoon omdat hij onder een vergrootglas ligt. Ja, maar dan vraag ik me af of dat die mensen ook nadenken dat het helemaal niet gek is hoe het bij ons gaat. Nee, want mensen hebben geen besef over mensen op social media. Zeg, ja, die zien ons alleen via een scherm. Die beseffen ja, niet... maar ik snap wel een beetje wat Lin bedoelt inderdaad. Ja, sowieso. Kijk, zeg maar, stel je voor, hè, mijn relatie gaat uit en ik heb de volgende dag met iemand seks. Of wat dan ook. Dat is... niet heel raar in de huidige wereld van tegenwoordig, zeg maar. Meer. Nee, zeker niet. Snap je? Nou, ik heb dat niet gedaan. Ik ga letterlijk serieus gewoon door het leven. En ik ben niet per se op zoek naar iets. En ik kom toevallig iemand tegen waarmee ik het super leuk heb. Dat is allemaal gewoon hartstikke vrolijk en fijn. En daar wordt dan een heel groot probleem van gemaakt. Omdat ik het op het internet gooi. Maar ja, het is letterlijk gewoon mijn leven. En ik film alles. Maar al zou Pietje van de 3 hoog achter hier 5 dagen lang een andere chick... Ja, dan boeit het niet. Maar ook met snelheid in een relatie. Er zijn ook mensen die letterlijk na een paar dagen al iemand tegenkomen. Die na 2 weken iemand tegenkomen. Ja. En bij ons zijn het een paar maanden. Ja, so what? Nee, ik heb ook... Ken je maar Mattie David? Ja. Hij had ook zo een paar jaar geleden had hij een vriendin en toen was het uit. En een week later had hij al terug een nieuwe vriendin. Ja, nou zo snel is het bij ons niet eens gegaan, zeg maar. Nee, ja, dat weet ik. Maar dat is niet per se raar. Nee, het is niet raar. En dat wordt dan wel geaccepteerd. Nou, ik denk dat het niet per se wordt geaccepteerd, maar je hoort... gewoon geen meningen van mensen, omdat niemand er per se mening over hebt. Omdat je er ook geen mening moet over hebben, omdat er geen bekendere persoon is. Kijk, bekendere mensen krijgen altijd een soort van mening over... Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dat is altijd zo. Kijk, een mening vind ik niet erg, maar er zijn wel grenzen. Sommige mensen gaan echt te ver. Als in? Als in. Sommige mensen gaan gewoon te ver met wat ze zeggen. Slaat neer. Wat zeggen ze allemaal dan? Ik ga niet in detail treden. Ik zeg gewoon, sommige mensen gaan te ver. Hoezo ga je niet in... Je kan toch gewoon zeggen... Wat... Nee, maar sommige mensen... Nee, Alex, je wil gewoon een juicy podcast hier neerzetten. Nee, maar ik vraag mij gewoon af... Wat nee, voor sommige mensen gaan gewoon te ver. Dan... Soms denk ik echt, sorry, maar heb je echt geen hersenen dat je denkt... Maar je moet ook veel beseffen dat veel mensen gewoon... Allee,
Je weet niet of dat een kind is. Of je weet niet wie er reageert. Kinderen hebben ook snel meningen en die beseffen niks van leven. Snap je? Ja. Die weten net hoe een piemel stijf wordt. Hoe heet die ene guy? Misschien kunnen we het even over hem hebben. Wie? Johan. Johan. Die met die rare DM's. Ja. Die u uitscheldt en zo. Ja. Daar heeft Nathan ook net een. Ja, ik heb het gezien inderdaad. Ja. Maar kijk, van hem is het gewoon... Die man is gewoon niet 100. Daar nee, kan ja, ik gewoon... die heeft letterlijk een beperking. Ja, die heeft, ja. Als die geen beperking heeft, dan weet nee, ik het ja. ook niet meer. Maar inderdaad, dat, zijn dan van, maar dat is het kutte. Want kijk, die guy stuurt voiceberichten en je hoort al aan zijn stem dat hij zeg maar niet 100 is in zijn hoofd. Ja, bij comments kan je dat nooit eruit halen. Nee, daarom. Je kunt dat niet filteren. Hoe ik het altijd, als ik een kutcomment lees, dan denk ik altijd van... Oké, dat is gewoon een dom kind van 10. En dan doet dat sowieso al minder pijn. Ja, sowieso. Ik bedoel, kijk wat er ook allemaal geschreven wordt. We doen toch wat we zelf willen. Zeg maar, ja, ik denk dat dat nu ook wel duidelijk is. Dat we gewoon echt ons eigen plan trekken. Ja. Ja, dat sowieso. Maar dat heb ik sowieso altijd al gedaan, eigenlijk. Ja. Altijd wat er al gezegd werd of wat dan ook. Je kan niet zeggen dat je niks boeit of dat je niks aantrekt. Natuurlijk trek je er wel eens wat van ja, aan. Ja, maar dat vind ik ook het irritant. Het beïnvloedt niet zeg maar het pad wat ik bewandel in mijn leven. Nee. Ik doe wel gewoon letterlijk waar ik zelf zin in heb. Maar denk jij niet dat het onbewust toch beïnvloedt? Ja. Nee, want net als met die tattoo. Ik wist dat het bijvoorbeeld helemaal ging losbarsten. En dat er allemaal mensen zouden zijn van... Zeg maar, ik kon de reacties al bedenken voordat ik het deed. En toch doe ik het. Heb jij ook niet een beetje gedaan net om die reacties uit te lokken? Of? Nee. Totaal niet. Ik ga niet een tattoo zetten om reacties uit te lokken. Oh, waarom nee, een tattoo is dan wel... Ik heb dat ook gedaan. Ja, maar... Ja, zullen we het even over jouw tattoos hebben? Welke tattoos heb je nou allemaal? Ik heb er 4. Vertel. Ik heb de eerste tattoo, toen was ik een beetje panchito op vakantie. In Italië, dat is een Gio-tattoo, classic. 2 jaar geleden nu, denk ik. Toen zei Gio, kom tattoo zetten. En ik had net 3... Heeft Gio hem toen ook gezet? Of nee, zeker niet. Ging die wel doen misschien, maar... Ik wilde hem toen in Spanje zetten een paar jaar later, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Jij wou zelf nog diezelfde vakantie doen, maar dat mocht niet van... Dat mocht niet van ja, inderdaad, ja. Klopt. Die wilde dat niet hebben, nee. Wat? Zeg maar, wat? Wat mocht niet? Dat die hij tattoo. Alex zetten. Mocht niet. Wat jammer. In ieder geval. En dan heb ik Alcoholics tattoo, classic, ook van mijn podcast. En dan heb ik de ex van Gio op mijn kont. En dan Milo van de Bankzitters. Ik krijg wel allemaal... Milo van de Bankzitters? Huh? Echt? Ja. Vind je er ook tussen staan? Ja. Ja, dat was ook voor een video, hè? Ja, ook voor een podcast. Oh, oké, okay, leuk. Elke keer als ik een podcast maak, maak ik een deal met iemand. Oh, tegen die dus eigenlijk kunnen we ook een deal maken, zeg maar. Dat jij een tattoo gaat zetten van Lin. Nee, ja. Ik hoef niet op jouw lichaam bij het rijtje. Nee, oké, okay, dat snap ik ook wel. dat kan ik wel inkomen. Ik hoef niet bij het rijtje, maar toch heel bedankt voor. Wil je op de andere bil? Nee, lieve schat. Ik, nee. Lieve schat, hold on. Ja. Wat? Mijn lieve schat, dus. Ja, ook al die comments onder mijn TikTok. Ja, gewoon van, ja, heeft die tattoo nog? Ja, ja tuurlijk heb je die tattoo ik nog. Ik ken deze jongen echt al veel langer dan dat ik Gio ja. ook. Daar ging het ook heel veel over. Van, oh, Alex pak leven. Zullen we eens even grappig, zullen we eens iets grappigs vertellen? Kijk, ik ken deze jongen Alex echt al DM'de veel... deze vrouw die je 2 plekken verder naast me zit, omdat hij haar wilde fixen. Ik heb pak die DM's erbij. Nee. Kijk, laten we gewoon zeggen, oké, ik heb op een paar aantal DM's van... Een paar, bro, een aantal... je hebt letterlijk een jaar lang achter elkaar. Nou, en Gio, stop. Hij overdrijft. We hadden gewoon leuk contact. Ja, kijk, oké, okay, tuurlijk was ik een beetje opmerking aan het gooien over ik keek niet. Het achterwerk. Ja, dat. Maar het was ik gewoon, keek niet. Ja, het is oké. Okay. Je hoeft je niet te verdedigen, het is oké. Okay. Oh ja, ik verdedig mij ook niet. Ik vertel gewoon letterlijk wat voor DM's ik heb gestuurd. Yeah. Maar dat is ook wanneer keer samen gym dan? Ja, dat is gewoon een goeie. Aap smiley. Was gewoon leuke content. Ja, we zijn niet eens gym geweest. Nee, maar damn. We kennen elkaar wel al lang. En ik ken Alex dus ook al langer dan dat ik Gio ken. Ja, dus fuck off. Wij kennen elkaar wat langs. Ja, inderdaad. Ik ken niemand van mijn vrienden langer dan Gio. Nee, ik ken ook niemand van mijn vrienden langer dan Alex, helaas. Zouden jullie elkaar dan wel omschrijven als elkaars beste vriend? Nee, zeker niet. Dat was veel te snel. Ja, jawel, denk het wel. Ja. Zeg maar, ja. Ja, ja. Sowieso wel. Ja. Dat is niet echt overtuigend, dit, Alex. Klinkt goed. Oh, jawel, ik was even aan het staren naar buiten, naar die prachtige tuin. Had ik maar een tuin. Had ik überhaupt maar een grotere ruimte dan 30 vierkante meter. Gio, misschien kunnen we hier ook een tiny house bouwen, net als de buurman. Dat is een tiny house. Gewoon ja, er woont bij de buren iemand in een tiny house. Echt? Ja, als je daar kijkt, links staat een heel klein huisje en daar wonen mensen in zijn ja, tuin. Ja, fix dat, dan kom ik in die tiny house. Dus we zouden hier gewoon een tiny house kunnen neerzetten aan de achterkant van de tuin. Nu mag je wel inwonen, ik zweer. Ja, fix gewoon. Een tiny house kost 50.000 euro of zo, hè? Ja, betaal dan. Ja, betaal zelf, Alex. Betaal zelf? Ja, dat heb ik toch. Wacht, ik betaal en dan betaal jij de hypotheek aan mij terug. Misschien kun je in deze podcast een oproepje doen voor een leuke baan. Of een GoFundMe of zo.
steun het goede doel. Nee, maar hypotheek, hoeveel zouden ze? Van 50.000 euro? 50? Oh, ik dacht dat je 15 zei net. Nee, een tiny house kost wel 50.000 euro volgens mij, man. Ja. Nou, trouwens, ik weet niet eens hoe duur zo'n ding is. Ik denk dat dat minder kan zijn, hoor. Ah. Of, nou ja. Je hebt wel alles gewoon wat je nodig hebt. Hè. Er zit wel een keuken in en zo. Ja, maar dan heb ik huur wel als buur. Ik weet niet wat er blij van wordt. Lang op je eigen terrein blijft. Ja, maar ja. Maar je mag gewoon cash vieren en zo. Je hebt zo laat als seks. Ik kan sowieso door die muren horen. Waar slaat dat nou weer op? Hoezo? Zit het niet raar? Moet het geïsoleerd worden dan? Oh nee, ik bedoel, maar omdat jullie zo laat nukken. Wij? Ja. Wie zegt dat? Ik hoor dat. Waar hoor je dat? Overal. Je hebt dat niet eens eens gehoord. Laten we nou even zeggen dat ik het heb gehoord, jongens. Oké, je hebt het gehoord. Maar, weet jij dat hij een harklul heeft? Een harklul? Ja. Wat is een harklul? Gewoon die stel scheef. Nee. Nee? Nee. Huh? Bent jij veranderd van lul dan? Ja, man, ik heb chirurgie. Plastische chirurgie ondervonden. Shidagu. Een harklul, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee? En nou, ik had er pas een in mijn DM over harklullen. Oh ja, ik zeg dat op Snap. What the fuck? Inderdaad, dat was wel een harklul. Maar die was ook wel groot. Die was niet groot. Jongen, was zich, ja, die was safa. Nee, die was echt niet groot. Dat vond ik niet groot. Dat was toch oké? Nah. Nee? Oké, ik kon alleen maar schrikken. Ja, nu word ik echt onzeker. Die was zo ik vond die, ik vond die echt niet groot, man. Sorry. Damn. Rick heeft wel de grootste lul, man. Ik weet niet of hij dit chill vindt, maar boeien. Hij heeft echt een huge dick. Ja, ik Hoe heb zijn het we gehoord, ook van, zeg maar, een tiny house op dit gesprek gekomen? Zeg maar, Alex zei dat het dan te hard vraag soms echt af hoe het bij jouw hoofd gaat. Ja, ik weet niet. Dat is wel waar. Ik dacht, we gaan een oprechte, gezellige podcast hebben. Ja, nee, soms, maar mijn mind, als ik met mensen ben, dan gaat gewoon snel over seks. Over seks of over dat ik nog geen relatie heb. Ja, hoe gaat het in de liefde? Kijk, dat bedoel ik. Ja, maar ik weet niet, misschien iemand potentieel, misschien. Ja. Maar we gaan nog niet te vroeg jagen, want dat doe ik vaak. En dan gaat het fout. Dus alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Ja. Maar je bent dus wel veranderd ook op het gebied van liefdesleven. Neem je het zeg maar serieuzer dan dat je elke dag iemand anders wilt? Dat is zeker niet waar wat Gio zegt, jongens. Maar oké, om de dag. Maar ja, ik probeer er wel wat serieuzer in te staan. Ofzo. Ja. Want ik zat je video te kijken. Je zei ja, ik ben nu op een punt in mijn leven. Ik ben 25 en ik wil nu zeg maar wel de switch maken. Eigenlijk, of je zit nu op zo'n switch dat al je Matties wifed up zijn, zei je. Ik gebruik jouw taal, hè. Ik zeg het niet. Zo. Dat al je vrienden dus een vriendin hebben. Uh-huh. Voor de mensen die geen straattaal begrijpen. Wifey is vriendin. Ja, wifey is vriendin. Nee, maar zeg maar, inderdaad, komt het de realisatie bij jou nu niet iets meer dat je inderdaad... Maar het is niet per se, weet je wat het is? Want kijk, ja, oké, we zijn allemaal 24, 25 jaar en jullie hebben allemaal chicks, maar er zijn ook genoeg mensen die geen chick hebben. Ja, zeker. Maar dus ook het is niet per se met dat je wel iets opbouwt voor je ja, toekomst. Ja, dat wel. Het is niet per se... Kijk, het gaat niet alleen over een vriendin, dat boeit niet, al blijf je hele leven lang single. Ja, met die toekomst iets opbouwen, dat is nu wel meer omdat ik zeg maar deze leeftijd heb bereikt. Dat ik denk van, joh, het moet wel even gewoon... Daar doe ik meer op. Ik bedoel niet op het... Op ja, oké. Okay, nee, nu bedoel ik... Ja, zeker waar. Nu denk ik echt wel van shit qua toekomst. Zoals ik ook in die video zei, ja, YouTube is gewoon super onzeker. En bij u is dat gewoon anders dan bij mij. Ja. Oké, toen ik 20 was, toen dacht ik daar sowieso anders over. Maar ja, nu ben ik 5 jaar later. Ja, dan moet zeg maar nu wel wat gaan gebeuren. Ja, sowieso. Maar langs de andere kant, weet je wat het is? Het is niet dat ik voel op mijn YouTube ga focussen. Maar als je nu kijkt waar mijn YouTube staat tegenover vorig jaar, is wel... Ja, zeker. Dan heb je wel echt heel veel vooruitgang geboekt. Ja, maar het moeilijke met YouTube is gewoon altijd inderdaad, je weet niet wat de toekomst brengt. Ja, je kunt snap je? Ja, je kunt direct irrelevant worden. En inderdaad, je views gaan super lekker. Maar is het een zekerheid voor de toekomst? Nee, of zou je daarnaast gewoon nog een baan moeten zoeken? Ja, maar daarom ben ik inderdaad ook gewoon dus een baan. Dus hetzelfde met voetballers die zeg maar bij de tweede divisie voetballen eigenlijk wel op zich wel een prima inkomen hebben. Maar ja, dat biedt geen toekomst, want het duurt maar tot in 30ste en daarna stoppen ze. Ja, dan moeten ze daarnaast gewoon blijven werken. Ja, en dan ben je klaar. Ja. Dat is zeker waar. En dat zit ook nog steeds een beetje in mijn hoofd, maar ik ben nu een beetje aan het solliciteren. Ik had net weer een sollicitatie en die ging wel echt goed, maar we moeten even kijken wat eruit komt. Dus laten we hopen dat gewoon dat iets kan zijn. Wat vind jij van de familie Latoy? Van de familie in de zin van hoe ver trekken we door? Er is maar één familie Latoy. Ja, maar. Nou ja, gewoon. Ja, maar in de zin van het gezin. Moeder, vader, oma, opa. Ja, ik denk dat dat opa wel duidelijk is. Opa en oma is, zijn toch? Geen Latoys. Nee? Echt nee. Niet? Nou ja, een soort van. Ja, boeien. Mijn papa en mijn mama zijn de enige Latoys en Melanie eigenlijk. Oh, maar wat vind je van de hele... Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Superleuk. Ja. Het zou nu ook kut zijn als jij zegt, ja, het familie. Nee, maar dat is... Je kunt in principe ook niet zeggen, ja, als je het kut familie. Nee, dat is denk ik ook wel duidelijk. Ik ontmoette jouw ouders ook best wel vroeg, per ongeluk eigenlijk. Doordat ze toen hier waren, toen ik er ook was. Hoe was dat ook alweer? Ik weet niet, jouw vader en moeder kwamen toen. En je opa toevallig ook nog. Oh ja, klopt. En ik was in de ochtend toen ook, ja. Dus
Ja, ik ken ze ook al een tijdje en ja, heel blij mee met zo'n leuke schoonouders. Snap ik. En gezellig ook. Ja. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Ik kan altijd wel gezellig. Ja, en je kan echt goed met ze praten over alles. Dus dat vind ik ook heel fijn. Elke avond daar aan de eettafel. Of nee, er is altijd wel gewoon een gesprek gaande daar inderdaad. Dat is wel een ding. Gio wordt er soms echt chagrijnig van, denk ik. Dan zit hij er altijd zomaar bij. ik sta altijd volop mee te praten en Gio altijd. Ja, Gio zit een beetje toe te kijken. Poekie, kijk, dit katje is mijn favoriet. Wat vind jij van de bruine ruis, Zama? Ja, lekker. Ik hou van pindakaas. Dus jij vindt hem niet lekker, hè? Jawel, maar dat is niet waar, gast. Jij zit me altijd zomaar... Ja, maar een bruine ruis kan je me echt voor wakker maken. Ja? Ja, ik vind dat echt lekker. Ik ga volgende week in de nacht om 4 uur naast zijn bed staan. Ik zweer, ik ga eten. Ik zweer, ik chap het. Als zij me wakker maken met bruine ruis, alsjeblieft, film het en ik eet het. Dat is wel echt grappig. Ja. Ga jij het maken dan? Ik ga er gewoon in kakken. Ik kreeg een paar comments... Ja, dan wordt het ook bruine ruis, ja. Daarom. Ik kreeg een paar comments onder mijn video van... je moet er loslaten van Gio. Van mij loslaten? Ja, losmaken van Gio. Want? Ja, geen idee. Ja, dat stond er een paar keer. Ik losmaken denk, als in? Dat Gio juist wel een goede toevoeging is. Ja, denkt u? Ja. Ik denk van niet. Nee, jawel. Ja, ik denk van wel. Ja, waarom? Waarom? Omdat ik denk dat Gio toch wel een stukje volwassenheid heeft wat jij ook soms nodig hebt. Ja, op bepaalde vakken wel, misschien. Maar dan ook weer totaal niet. Ja, maar waar stond er ook nog een onderbouwing bij waar je, zeg maar, als in loslaten... Ja, nee, er stond gewoon, je moet het loslaten. Als vriend zijn maar of ik denk dat als video's maken samen? Nee, ja, dat gaat een beetje samen voor mijn part. Want ik vind YouTube nog steeds een hobby. Dus iedereen waar ik het leuk mee heb, maak ik ook video's mee. Ja, precies. Dus ja, wacht, ik ben even vergeten. Ik ben even oudzoond gewoon. Ja, ik ook. Ik heb honger. Nu is de vraag, gaan we wachten totdat we weggaan en naar de afspraak en daar eten? Of gaan we tussendoor nog iets kleins eten? Over klein gesproken. Ik denk dat Gio mij ook gewoon een soort motivatie altijd geeft van hoe het ook kan gebeuren. Kijk, dat is nu wel heel uitzonderlijk hoe hij het heeft, maar ik hoef dat in principe ook niet zo te hebben. Ik hoef geen fucking Ferrari, ik hoef geen huis. Alleen wel een huis. Ik hoef geen huis, maar niet doe mij maar huis. Een doos. Ja, doe mij maar. Nee, dus ik ben allemaal niet zo materialistisch eigenlijk. Zolang ik gewoon die goede merk uit de Albert Heijn kan halen. Oh, ik zweer je, die cola... Cola van de Jumbo ja, is beter. Ja, Gio heeft dit keer Jumbo meegenomen. Huismerk is beter, maar ik zeg je eerlijk. Jumbo meegenomen en die is ook lekker. Er zit amper bruis in. Nee man, is lekker. Oh nee, deze inderdaad nu niet meer. Ja, maar dat is omdat hij al een dag open staat. Nee, maar bro, ook die andere... maar deze is niet van van de Albert Heijn, denk ik. Nee, van de Jumbo. Ja, die was kut. Ja, nee, Gio heeft deze meegenomen, is echt lekker. Ja. Ik heb CBD-koekjes voor mijn hond gekocht. Wat? Heb je een hond? Ja, twee in Antwerpen. Een Australische herder, toch? Nee, een Duitse of een Mechelse, ik weet het niet. Maar omdat het vuurwerk is bijna, mijn nieuwjaar, dus mijn... Oh, worden ze rustig? Ja, ik denk het. Ik heb het ook nog nooit geprobeerd bij een hond. Misschien lijkt me wel grappig, helemaal skaffa zijn of zo. Wat zijn je nieuwjaarplannen? Ja, ik weet het niet. Kijk, weet je, ik vier al sinds mijn 17e met deze goen. Ja, oud en nieuw. En jij, ik vraag aan jou, wat doe je met oud en nieuw? Zegt deze man, ik ga naar Antwerpen. Ik denk... Ja. Sinds wanneer vieren we geen oud en nieuw samen? Ja, ik weet niet. Ik dacht van, ja, wat de fuck ga jij dan weer doen? Weer met zo'n dom plan. Wat de fuck gaan we doen? Hier zitten. Nee, awakenings. Kijk, als jij hier met een goed plan komt, dan kunnen we de plannen nog veranderen. Awakenings. Ja, maar dan wil ik wel echt gewoon hard gaan, hè. Ja, we gaan hard. Maar gewoon echt gewoon hard. Ja, we gaan hard. Okay. Ik ga nog geen pinky promise doen, omdat ik eigenlijk al een soort van tegen mijn matjes uit Antwerpen had gezegd dat ik erheen ging. Maar maakt niet uit. Wat hebben zij voor plan dan? Ook geen plan. Oké, dus dat klinkt beter dan mijn geen plan. Kunnen we die plannen niet samenvoegen? Naar Antwerpen bedoel je? Nou ja, hoeft niet. Of hun komen naar Nederland. Mij maakt het allemaal niks uit. Zijn gezellig hoor. Ik vind alles oké. Okay. Behalve Geta, die is raar. Geta? Geta. Geta. Wat? Yo, Geta, alles goed? Geta. Maar nieuwjaar stelt ook altijd teleur, man. Eigenlijk. Dat wordt altijd zo opgehyped. Ik heb echt altijd leuke nieuwjaren gehad. Ja? Ik heb wel een paar tegenvallers gehad hoor, denk ik. Bro, ik weet nog die nieuwjaar. Was dat de eerste nieuwjaar dat ik met u vierde dat wij Jultje hadden ontmoet? Dat kan wel, ja. Weet ik niet meer, hoezo? Gewoon. Want toen was Jultje nog single en toen probeerde ik haar te fixen. Oh. Handen. Was dat op oud en nieuw? Nee, dat was geen oud en nieuw. Jawel, toch? Jawel. Nee, joh. Jawel. Echt? Wat is dat met dat jij eerst altijd mijn chicks probeert te fixen? Ik weet het niet. Ik wou het proberen zoenen, maar toen zei ze tegen mij van... Ja, ik zoen niet met mensen die dronken zijn. Oh. Waarschijnlijk wou ze gewoon niet zeggen van... Ja, je ziet er echt fucking lelijk uit, maar... Ah, oh, nee, dat is niet waar. Toen nee. Wel. Nee, ook niet. Bro. Nee. Hallo, ik besef ook wel, zeg maar... Er zijn degradaties in knap en lelijk zijn, zeg maar. En die degradatie, die spiegelt automatisch op wie jij fixt en wie jij niet fixt. En hoe lang dat duurt was het best. Nog? Ik heb echt honger. Ik maak geen grap. Wat de fuck wilt jij eten dan? Weet ik niet, maar ik wil hangry. Maar weet je wat het probleem nu is? Zeg maar, ik zei in mijn laatste video van, yo, ik voel mij eenzaam, soort van. Heb je heel die video gezien? Zeg maar, en dan doe ik een chick wil. Zeg maar ik moet ook niet
die eenzaamheid laten opvullen. Nee. Nee, maar ik denk dat het zeg maar... Die ik moet haar vullen. Nee, nee, maar... Uiteindelijk wel, ja. Nee, maar nee? Die eenzaamheid die jij had, die is er al heel lang. Dus ik denk niet per se dat je die chick daarvoor gebruikt. Nee, ja. Ja, wat ze altijd zeggen, inderdaad. Een meid of een chick, hoe je het ook wil noemen, moet een aanvulling zijn en niet een opvulling. Ja, maar ik denk dat het bij jou niet... Eerlijk is eerlijk, hoe het met haar gaat, is echt heel anders dan alle andere meiden waarmee je... Hoe bedoelt je haar? Wie? Ik kan er geen namen noemen, denk ik, hè? Nee, dat sowieso niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik weet niet of dat... Nee. Je weet niet of dat ze ook into you is. Maar ik heb bepaalde dingen gezien en ik denk het wel. Dus als je deze podcast kijkt, alsjeblieft, maak een move. Doe iets. Oké, maar wat zou de beste move zijn dan? Hoe zou jij een move maken, Lin? Zeg maar, deze vraag werd ons eigenlijk vorige week in München gesteld. En die hebben we allebei afgeslagen. Dus waarom moet ik hem dan antwoorden in deze podcast? Omdat het mijn podcast is. En niet de München podcast. Ik maak geen moves. Niet een She-München. Ja, maar She-München. She-Dagu. Oké, dus een boy moet echt een move maken. Nou, of nee, ik het moet gewoon gebeuren. Ik heb ook niet per se een move gemaakt of zo bij jou. Nee. Ja bro, maar deze is wel waar. Deze jongen gooide de beste move die ik kon gooien. Hij gooide gewoon de telefoon naar mijn hoofd en een glas drink over me heen. Wanneer? Waar was jij bij? Ja. Weet je nog dat we dat spelletje aan het spelen waren dat we allemaal onze broek uit moeten trekken en zo? Ja. En dat mensen, weet ik veel, gekke dingen moesten doen. Ja. En dat ik toen per ongeluk, toen ik de telefoon naar Lin terug wilde gooien, per ongeluk te hard gooide omdat ik lam was en ik mijn eigen kracht niet kende. Je dit. Uppakee, en toen gooide ik hem vol op haar. Toen gooide ik en een bierfles om wat over haar heen viel. Plus de telefoon kwam half in het gezicht. Oh, dat weet ik echt niet meer. Ja. Yeah. Maar ik had zeg maar echt niet verwacht, zeg maar, na Frankrijk dat jullie per se iets gingen worden. Want? Ik weet dat niet. Ik had er gewoon niet zien aankomen. Nee, wij zelf ook niet. Het was echt zo van, wow, must be nice. Ja. Must be nice. Ik had het ook niet verwacht, nee eigenlijk. Zo droog, nee. We gingen FIFA spelen en sindsdien ben ik nooit dat meer. Dat was wel een beetje een move die ik gooide. Zeg maar, we stonden met elkaar te praten, toen had ik tegen jou gezegd ook van... Ook in Frankrijk. Ja. En toen op de terugweg had ik gezegd tegen Lin, zullen we anders FIFA spelen deze week? Toen zei Lin, ja is goed. Toen zei ik, oké, is goed, wanneer dan? Toen zei ze, ja moet even kijken. Toen zei ik, oké, is goed. Een dag later was ze hier. En toen echt een dag later zat ze bij hem op de bank. Insane. En hadden jullie al meteen gezoend eigenlijk? Nee. Echt wel, de eerste avond wel. Oh, gezoend wel, ja. Ja, ik had het niet per se over de vieze dingen. Ja. Wat denk jij weer aan? Ja, wel gezoend. Nice. Maar niet gelijk. Want ik weet nog, nee, want ik ging eerst koken. Het zeg duurde maar. Het duurde heel de avond. Het allereerste wat ik hier ging doen was letterlijk eten koken. Wat is je zenuwachtig toen? Om te zoenen? Nee, ja, gewoon van... Omdat ik zal kwam. Ik een move maken? Ja, gewoon al die dag mee. Ik was wel een klein beetje zenuwachtig, ja. Laatst was ik ook wel zenuwachtig. Ja, toen je ging uit eten? boeien. Oh, poepie. ik durf dat... Dat is toch juist goed? Het zou raar zijn als je niet zenuwachtig bent, want dan betekent dus dat er ook geen spanning hangt. Ja, dat is ook waar. Ja, maar als je denkt van, nou, oké, okay, komt weer een chick, nou, hop, okay, vanavond even afgangen en hoppa, dan mag ze weer naar huis. Ja, nee, ja, dan hangt, ja. Ik had laatst, paar maanden geleden, toen was er een chick bij mij en toen zei die van, ik weet niet, wij waren al, weet ik veel, die was al 2 uur bij mij of zo, of 1,5 uur. En toen zei van, oh, ik moet bijna weg, ga maar op bed liggen, zei ze. Wat? Ja. Zo van... Ja, ga maar op bed liggen. Ja, dus ik dacht van, ben ik een slet of zo? Nee, ik was daarna wel gewoon naar mijn bed gegaan. Ja. Alsof je dat niet gedaan hebt. Zeg maar, is dit de normale gang van zaken? Nee ja, ik vond het een beetje... Okay. Wat is dit? Schaam nee, ja, je als niet... je deze video ja. kijkt? Schaam ja, je? Ja, ik vond het wel een beetje raar. Maar ja, het was wel... Het was wel geil. Het was echt geil, though. Ja? Ja, ik vond het wel geil. Ja, maar ik vind het een beetje... Ja, je bent gewoon het raar. Goed, eerst echt behandeld als een slet. Ja, maar... Gewoon beetje... jij een keer in plaats van die andere meiden dat je hun behandelt als een slet. Dat is echt niet waar. Ik ben altijd lief voor iedereen. Ja, ik kan me wel voorstellen. Jij hebt wel toch de regel dat je zeg maar nooit wil dat iemand bij je slaapt? Ja, man. Ik haat dat. Dus eigenlijk zeg maar, je doet de daad en daarna zeg je, wel thuis. Ja, man. Tenzij, maar waarom ben je awkward voor de ochtend? Oh nee, dat boeit mij niet zo. Maar ik kan niet slapen als iemand naast me ligt. Wat leuk voor je toekomstige vrouw. Ja, dan. Nee, maar ik denk... Altijd op de bank. Ik denk als je Sia mag wel naast je slapen. Ja. Of Madina. Maar ja, dat snap je. Dat zijn beide meiden die zeg maar in de islam zitten. En ik vind de islam een heel mooi geloof, maar ik ga mezelf nooit bekeren. Ja. Dus dan gaat dan dat niet lukken. Dan is het boek gesloten. Ja. Zeg maar, stel je voor dat je een chick waard. Zou je mij seks met mij kunnen inbeelden? Dat kan ik ook wel, ook zonder dat ik een chick ben. Hè? Ja, en? Nice? Ja, nee, ik vind dat niet per se nice, maar dat is omdat ik niet op mannen val. Nee, snap ik, maar bedoel, denk jij dat... Hij gaat straks in die schuifjes zitten. God, dieve kutkat. Denk jij dat ik geil seks? Weet ik niet, man. Hoezo weet ik niet? Ja, denk het wel. Heb jij mij nooit horen kreunen? Nee.
Ook niet hier. Ja, een aantal keren gewoon in de bed. Dat wel. Ja. Wow. Ja. Worden die lakens eigenlijk ooit verschoond? Nee, maar al 3 jaar niet of zo. Echt? Natuurlijk wel. Ja, oké. Nee. Maar dat doet je moeder, anders gebeurt dat niet. Ja. Maar ik vraag me echt al oprecht af hoeveel keer seks er is gehad in die andere bedden. Ja, geen idee. Maar wel genoeg. Ja, denk het wel. Denk het zeker. Ja. Wat is er? Niks, ik word gewoon altijd ongemakkelijk van jou als je over seks begint. Hoezo? Dat is zo fucking raar. Maar jij bent nooit gehoord? Nee. Oh. Zou jullie willen trouwen binnenkort? Of nou ja, gewoon. Willen jullie trouwen? Niet per se snel, maar... Ja, ik denk het wel. Het lijkt me niet dat je een relatie begint met iemand als je niet met die persoon wil trouwen. Ja, tenzij je echt niet wil trouwen. Ja, dat bedoel ik. Maar dan kan je wel een relatie beginnen met iemand. Ja, sommige mensen willen niet trouwen, maar jullie willen wel trouwen. Ja. In een kerk? Of? Dat weet ik niet. Geen idee. Lynn heeft volgens mij wel een heel album bijgehouden over hoe ze het helemaal voor zich ziet. Ja? Toch? Ja, die heb ik echt gemaakt toen ik 12 was op Pinterest. Een heel bord. Heb je er nog? Nee, jawel, maar die ga ik niet laten zien. In ieder geval, ik bedank jullie voor de comments onder mijn laatste video's en de DM's. Als jij met een probleem zit, je kunt me altijd DM'en. Of ik antwoord, dat weet ik niet. Ik wil net zeggen, je kunt me altijd DM'en. Of ik het leuk alleen weet als die je knap vindt, dan antwoordt hij wel. Ja. Dus heb jij een reactie ontvangen, dan weten jullie hoe laat het is. Dus, dat is niet waar, want nu gaan mensen denken dat ze knap zijn. Dus heb je... Nee, oké, het is niet altijd waar. Nee, ik... Zeg maar, ik vind het fijn dat veel mensen mij hebben kunnen relaten. Ik vind het fijn dat ik zeg maar issues heb en dat ik eerlijk ben over die issues. Ik vind het fijn dat ik issues heb. Nee, ja, dat vind ik niet fijn. Nee, maar iedereen heeft zijn issues. En ik heb heel veel comments gekregen dat gewoon mensen in hetzelfde hokje zaten. En niemand is dus alleen. Dus praat met je vrienden. Praat met je vader. Dat kan ik niet doen, want die is dood. Dus heb je een probleem en ben je knap? Stuur dan angst op. Nee. Dat kan ik niet doen. Ja, mag wel. Je mag ook geen probleem hebben. Mag ook. Wel knap zijn. Maar niet een probleem hebben en niet knap zijn. Dus dan weet je het. Mag je op. Nee, oké. Okay. Okay, maar wat jij moet proberen volgende keer als jullie seks hebben, je moet gewoon ineens je vinger in zijn kont steken. Ja? Kun je het er niet in doen? Jawel. Heb je dat gehoord? Nee, ik hoor het niet. Okay, jawel, waar? Ik hoor het echt niet. Oké, misschien wel mijn aankondiging, anders zei ik. Lig ik dadelijk in het ziekenhuis met een gebroken nek. Nee, oké, wel met aankondiging, want dat komt wel ineens zo. Jongens, als jullie ooit, als er ooit een vinger in jullie kont is gestoken, geef mij daar een reactie op, want ik wil weten hoe dat is, zeg maar. Want de G-spot van een man zit in uw kont. Ja, dat is wel een feit. Ja, ik wil weten, zeg maar, ik wil de ervaringen daarmee weten. Maar heeft nog nooit een vrouw het bij jou gedaan? Nee, dat is ook best wel... Is het wel je wens? Ja, ach, ik wil het wel eens proberen. Nou, dus meiden. Heb je een probleem? Ben je knap? Ja, maar... En wil je een vinger in Alex' kont steken? Stuur dan een berichtje. Maar ik wil dat wel met aankondiging, zeg maar. Ik wil niet ineens zo daar bezig zijn en dat ik ineens je vinger in mijn kont krijg. Oké, dus top. Wel met aankondiging. Ja, inderdaad. Ik bedank jullie voor het kijken, mensen. Als jullie nog iemand anders willen zien waar ik gezellig mee kan praten, gewoon chill. Geen alcoholex. Want alcohol is in principe niet goed voor u. Ik probeer mijn content ook gewoon te minderen met alcohol. Gewoon chill praten over leven gewoon. Kan wel, toch? Ja, en over vinger in de kont. Ja, dat is gewoon chill, want het leven draait niet om feesten, uitgaan, drugs. Dat is misschien nog iets te zeggen. Nee, bedankt voor het kijken. Ja, ik bedank jullie voor het meedoen. Goed, geweest. Thanks. Dank je. Doei. Doei.